Drake. The biggest. The biggest. Ja, ja. Ja, sowieso. Geen even twijfelen, maar ja, sowieso. Ja, toch op dit moment. Toch? Sowieso. Laatste 10 jaar. Ja. Ja, sowieso. Ja, ja, ja. Amerika is het niet als het jonge afspelen. Ja. Ja. Ja, Kendrick en J. Cole, die waren altijd wel in de buurt. Kijk, qua rap. Ik ging even beseffen, ik ben niet mee eens, man. Waarom? Consistent zijn. Qua hit en qua... En ook gewoon qua tunes. Wat is de laatste tune van J. Cole? True. Maar kijk, als je praat, true. Maar als je praat over... over... Impact en zo? Impact en albums. Gewoon echt een... Hoe noem je dat? De legacy. Ja, ik snap wat je zegt. Maar Drake's albums zijn goed. Zeer goed. Maar misschien, laten we zeggen... voor mij heb ik misschien 1 classic. 1 of 2. Ik heb Take Care, ja. En Nothing Was The Same voor mij. Semi. Maar die laatste Views is gewoon een goed album. Ja. Die laatste Scorpion, goed album. Ik kan me die niet eens herinneren qua tunes. Of is dat met Non-Stop en zo? Ja. Ja, dat is ook geen slecht. Volgens mij God's Plan. God's dus, Plan is wel een tune. Maar het album is een geheel. Als geheel, ja. Terwijl, als je het album van Kendrick, die albums, damn, classic. Maar hoeveel albums heeft hij gedropt? 3 of 4? Maar zijn niet alle 4 classics? Zijn bijna allemaal classics. Ja? Ja. Het is toch heel ander publiek ook, eerlijk gezegd. True, true. En Kendrick. Maar Kendrick, als rapper, heb ik Kendrick hoger zitten dan als Drake. Als rapper? Ja. Pure rapper. Spelen met woorden. Drake heeft meer die lines die op Insta kan zetten. Maar zit je maar als rapper? Snap je? Zit je maar als rapper? Ja, hij is een artiest. Ja, Drake is echt een artiest. Maar daarom is hij ook de biggest, man. Hij heeft die wifi's, hij heeft die boys, weet je. Hij heeft van alles een beetje. Hij heeft van alles een beetje. Die weinig tickets die gewoon door die streets lopen met de Kendrick gewoon van. Nu het zegt, man. Het is spannend. Maar wanneer heb je bijvoorbeeld met een tune als Humble? Die wordt gepompt door iedereen wel. Iedereen. Maar dat is niet hun lane, zeg maar. Hij heeft dus nu 3 nieuwe tunes uitgebracht. What's Next? Die andere is met Lil Baby, ik weet niet precies hoe die heet. Toen is erg. En die andere is Lemon Pepper Freestyle. Woe! Bro, het is een schande dat je me nog niet hebt gehoord. Hey, die? Ik haat het om te swipen, toch? Ik weet niet. Bro, no. Ja, nee, dat is waar. Oké, laten wij die review doen van de tunes. Oké, die eerste, What's Next? Oké, de eerste kan ik niet eens echt mee. Is die van die... Of Valentine's Day, I had sex. Oké. Oh ja, die pakte bij die. Dat is volgens mij de single. Ja, die pakte bij persoonlijk niet, man. Ik vind het een oké tune, maar is niet. Nee. Is niet voor mij. Ja, als hit, ik zeg maar als hit. Als single, zou ik eerder voor mijn gevoel die met Lil Baby als single zetten, man. True. Maar, probleem is, tenminste, ik weet niet of dit een. Iets raars is wat ik zeg, maar. Lil Baby killed Drake op die tune? Hé, Lil Baby ging te killen. Hij is ook erg op die stage, denk ik ook. Lil Baby is al lang erg, maar Drake ontwikkelt zich steeds meer. Je merkt het ook aan zijn tunes. Ja, ik versta hem nu ook beter dan in het begin. Maar is het niet goed dat hij hem killt als in... Niet op je album. En niet als die tune van jou is. Ja, maar misschien dat hij zijn nogals. Als hij zijn nogals. Maar nog steeds. Is er aan als je ziet van één. En ook met alle respect Lil Baby. Ja. Gewoon een young upcoming. Hij zegt nog, I'm not the goat, but I fit the description. Kijk, toen hij dat zei, ik van de goat eigenlijk. Ja, precies. Hij valt je wel aan. Maar Drake ging tekeer op die Lemon Pepper freestyle. Rick was ook erg. Hij kwam erg, maak maar 1 verse. En toen ging Drake gewoon... Drake ging gewoon 3 minuten lang freestyle. Door geen refrein. Ja, ja, hij gaat kwijt. Het leek alsof hij boog was op Lil Baby. Ja, dat moest verder. Ik was bang, spreek je. Ja, tegen die boet. Die payback direct. No, ja, man. Erg. Dus van die 3 tunes, die laatste 2, vind ik wel echt tof. Maar ik ben benieuwd naar het album, man. En als deze tunes, dat album. Ze zeggen altijd dat het album gelekt is, maar we weten nooit of dat die tunes zijn. Ik weet niet of die tunes zijn. Want Drake is iemand. Zeggen hij zegt dat het gelekt is, maar volgens mij zijn team. Want hoe worden Drake's tunes gelekt? Drake is Drake! Doen ze met opzet toch? Precies, dus dan is het denk ik zijn team die tunes lekt. Maar ik denk dus misschien van dit album, wat er zijn volgens mij 6 tunes gelekt. Mm-hmm. Denk je dat er misschien 3 op het album komen? Dat soort dingen denk ik dan ook altijd.
Maar nog steeds. Als cheat op, dat heb je al een paar voor je. Als je eigenlijk voel ik hem niet, maar laat me kijken. Ja, maar, en dan kan je kan een beetje peilen wat ze van die tunes vinden. En dan wanneer ze niet hard zijn, dan kan je denken van, precies. Strategie. Mm-hmm. En als hij heeft gedropt, ga je denken, hey, die tunes staan erop. En ze zien heel andere tunes. Ja. Ja. Je hebt het al geluisterd. Mm-hmm. Ja man, dus ik ben benieuwd man. Kom Drake. De laatste tune van Drake was die, volgens mij het oude Mamaya of zoiets. Futuring met een of andere kan je zien, met zijn naam ook kwijt. Oude Mamaya? Ja, zoiets. Oh, Kendrick met Bryce Tiller. Met Bryce? Ja. Maar was dat op Bryce's album? Ja. Die anniversary is erg trouwens. Kun je ook hebben gevoeld? Ja, dat is het. Ja, kan niet laten horen. Ik zit niet echt op Bryson, man. Ja? Nou, maar hij komt lekker op die film. Ja? Hey, Bryson heeft wel een paar. Bryson is wel. Bryson, zijn eerste album is sowieso klein. Maar hij vond gewoon een paar. Of ja, die van Jack Harlow. Bryson is ook erg hoor. Op die Usher beat. Ik zeg eerlijk, ik kom niet bij Jack Harlow. Ik kan niet. Maar je komt via Bryson toch? Ja, nou, Jack Harlow. Ik weet niet, man. Hij pakt me niet. Ik zag al, hebben jullie het laatst gezien? Hij ging basketballen met de... Oh, hebben jullie dat gezien? Ja, dat hij die gay op... No. Hij ging zingen basketballen. Lil Baby. Ik heb andere gezien. Quavo. Oh, die! Nee, ik heb gezien. Lil Baby ging met 2 Chainz tegen Quavo en Jack Harlow. Nee, bro, Lil Baby mag nooit meer de basketbal gaan. Ik zeg het, joh. Die man is bizar slecht. Ik zeg wel, Storylane basketball met een rare koek, man. Ja? En zijn shot is wild. Die rapper die basketbal is zuig, man. Lekker als wie zo, man. Ja, zo'n dingesfield eraf leken. Mooi! Dat is zo'n pet. Ja, dat is echt weird, bro. Het is schuimdakje. Ja, man. Het is echt smerig. Shit. Nee. Ik heb het niet gezien, man. Maar ja, die man was gewoon vrij, man. Ja, maar nu is geen Chris Brown verbluffen, toch? Dat had ik gezien. Quavo en Chris Brown ging Quavo bluffen van bro, je weet dat je nu, ze hebben mij expres niet uitgenodigd, want je zou niet halen. Oh, met die basketbal? Ja, dus nu, ik wil dat wel zien man. Chris, denk wel erg. Heb je Chris Brown zien basketbal? Ja, ik voel ook wel aan die guy, hij is wel erg. Bro, als ik moet kijken naar rappers, of tenminste artiesten, J. Cole, super erg. Die mag ik dunken volgens mij een keer in de gimma. Dat denk ik wel. Hell no! En wat die dingen zijn zo. Ja, maar hij is slecht. DJ Khaled? Hey, die kilo's zeggen wel, heb je DJ Khaled tegen Fat Joe gezien? Hey, dat is grappig. Broer, ik zag nog naar DJ Khaled gekeken, ik ging altijd een stuk op hem, man. Hij zei dansjes. Die dansjes. Honey! Dat is wel, hè? Zo maak je Fat Joe voor één. Ik zou denken, hij is gewoon een karakter. Ja, een personage. Ik kan me niet voorstellen dat hij echt zo is. Nou, hij is echt zo. Denk je? Ja, dat zeggen ze gewoon, al die artiesten zeggen ze. Heb je niet, welke tune was het ook alweer, dat Drake in die clip, zie je aan de FaceTime en dan hangt hij op met DJ Khaled, zegt hij Drake, wie kan ik kiezen? Ja, Popstar, volgens mij is het Popstar. Ja, ja, ja. Justin Bieber. Is para, is gewoon die hele tune van Drake, maar Justin Bieber tune. Oh, ja, ik weet het. Oh, dat was wel een dope clip. Dat was wel een clip. FaceTime en zo. Maar daar zie je DJ Khaled die kind gewoon wild, man. Maar even, iedereen zegt het ook. Besef eens, gewoon Drake. Dit doen we met Biggest. Drake droeg gewoon een tune. Maar hij is niet eens in die fucking clip. Hij kon niet naar dingen toch? Hij kon niet, toch? Het was corona, ze konden niet vliegen. Oh, ook met Toosy Slide. Die is zo osso. Ja. Dat is ook lijf. En die osso. En die osso, bro. Lekker als op geen eiland. Kijk naar die slechte dans. Kijk gewoon naar die osso. Ja, bro. But I love me a threesome. DM my dilly, this she my little secret. He tryna dish me to blow up, I peep it. I can't respond, we just go at your people. If I left some rats on the bed, you can keep it. This shit getting deeper and deeper. I dig it, my shovel won't bend. I was broke, had to fix it. A shark in the water, you swim with a luffy. I hit the day, by tomorrow she miss it. I grab her neck, she look up, then I kiss it. I'm not a goat, but I fit the description. I like the post, so I get the prescription. We walk around with them bands and I breach it. This gun ain't gon' jam, and I blow, I ain't missing. I'm dropping hit after hit, I'm just chilling. But I send a hit while I chill with my children.